Back and Blue van de Lost Frequencies. A mineur. Dan komt er een F, maar anders dan gebruikelijk. Je zet de eerste vinger op snaar 6 en vakje 1. Derde vinger op snaar 4 en vakje 3. Tweede vinger op snaar 3 en vakje 2. En dan hebben we een G, maar dan hoef je alleen maar vinger 3 in vakje 6 te zetten. Vakje 3 op snaar 6. Dan ga ik het tokkelen. 5, 4, 2, 5, 4, 2. Het einde van A mineur. Stel je de greep op. Probeer je de F klaar te zetten. Dan heb je snaar 5, 3. Dus je hebt twee losse snaren. Om die F voor te bereiden. 6, 4, 3. 6, 4, 3. En van F naar G is hetzelfde. Bijna hetzelfde. Heb je snaar 3 los om G voor te bereiden. 6, 4, 3, 6, 4, 3, 6, 3, G, alleen vinger 3. 6, 4, 3, 6, 4, 3, 6, 4. Dus als je dan het op papier meeleest, dan zie je dat de laatste twee van A mineur twee losse snaren zijn. En van F is de laatste losse snaar. En dan heb je dus tijd om de volgende greep voor te bereiden. Een beetje op tempo.